Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik op Crewcraft of zoiets spelen. Het is een server van iemand die ik ken. En dit is de eerste keer dat ik de server join. Dus alles is een beetje nieuw voor mij. Oké, alles is hier nieuw voor mij, dus ik moet eerst even alles verkennen. En we beginnen natuurlijk altijd met hakken van hout. En uit deze boom kunnen we wat hout halen. En met het eerste hout maak je natuurlijk je eerste crafting table. En met de crafting table maak je natuurlijk ook je tools. Dus ik begin altijd met een houten pickaxe. En dan, ja, hier kan ik al stenen vinden. Dus hier kan ik al wat hakken. Ik vind het ook gelijk een beetje kool, dus dat is ook mooi. En ik kan ook al meteen een betere pickaxe maken. Zo, en misschien nog een bijl. Dan kan ik ook heel snel hout hakken. Het is nu al wel donker aan het worden, dus dat is wel een probleem. Ik ga even zien. Hopelijk staat hier ergens een bed. En hier is een bed. Sorry, ik maak even gebruik van je bed. En zoals je misschien kan merken aan de commentaar, is dit achteraf ingesproken. Dus ja, hopelijk stoort jullie dat niet. En ja. Ik was even hier op verkenning en ja, eindelijk vond ik hier een beetje voedsel. Ja, ik heb hier heel weinig dieren tegengekomen, dit waren pas de eerste dieren en ook het eerste voedsel, buiten dan die wortel, maar die bewaar ik voor de planten. Dan ga ik hier even een boot maken en dan ging ik hier ook op verkenning, want ik zocht een plekje waar er veel meer dieren zijn. En dit vond ik ook wel mooi. Dit is echt de wereld met alleen maar bergen. Hier vond ik dan een village. En ja, helaas was die village uiteraard al helaas was die village al ontdekt door iemand anders. Maar ja, gelukkig hebben ze in een village wel altijd ergens een bed. En dan kon ik dit bed gebruiken. En zo de nacht skippen. Dan had ik opeens een idee. Ik had het idee dat ik ook gewoon kelp kan eten als je dat kookt. Dus ja, ik dook de zee in en verzamelde een beetje kelp. En dan ging ik het koken. En had ik zo toch wel iets van voedsel. Het geeft heel weinig eten, maar het is minstens iets. Hier vond ik dan zo'n savanneboom. Ik bewaarde ook een paar saplings. Acacia hout. Acacia is het volgens mij de naam. Ja. Hier vond ik dan een plek waar ik misschien mijn basis kan maken. Er zijn hier ook al veel meer dieren en zo, dus is het makkelijker om aan voedsel te geraken. Ik begon ook al meteen met het afslachten van een paar schapen. Ja, sorry, schapen, maar die gingen dood. Dan zeg ik ook een paar koeien. Alleen ja, die koeien wou ik nog niet meteen afslachten. Die ging ik eerst even gewoon opsluiten. Ja, dat deed ik even met een trucje. Eén koe ging de boot in. En dan kon ik hem zo makkelijk verplaatsen. En dan moest nog één andere koe daarin krijgen. Want we hebben maar twee koeien nodig in het begin. Dus ja. Ik plaats eerst het hek dik, maar die koe ging even daarop staan en dan kon ik hem gewoon daarin duwen. Dan hadden we twee koeien opgesloten. Ik heb natuurlijk wat verlichting nodig, dus plaatste ik daar wat fakkels, zodat ik toch wel iets van verlichting heb. Het is ook donker, dus ik besloot om even te slapen en een spawnpoint te zetten. Maar dan bereikte ik mijn bed en dat was heel erg dom. Heel erg dom dat ik dit gedaan heb. En dan zijn er ook nog een creeper en dan ging ik die ook nog aanvallen. Dat was ook nog eens dom. Want opeens, boom, ging ik dood. En spawn ik weer terug bij spawn. En dat vond ik wel vervelend. Dus nu is het tijd voor de reis terug. Onderweg vond ik nog dit. En hier is meestal wel een beetje loot. En de loot uit de kist was gewoon een beetje obsidian en een pickaxe en zo. En ja, ik
was bang dat ik zou verdwalen, maar ik heb uiteindelijk dan toch nog de weg teruggevonden. En dan voet zei ik ook dat je gericht staat als je doodgaat. En ja, je dropt zelfs een hoofd. En nu een hoofd van mezelf is wel een beetje grappig. Dan kookte ik hier weer wat eten op. Zodat ik, voedsel is nu nog wel een klein probleem in deze beginfase. En oh ja, hier werd ik weer aangevallen door monsters. En de monsters zijn ook vele malen sterker geworden dan gewone Minecraft. Dus maak het spel ook een beetje uitdagender en leuker. En in het water zijn ze trager. Oh ja, ik vond ook nog eens heel erg dicht. Vond ik ook nog deze bomen, jungle bomen. Dat betekent dat we in de buurt zijn van een jungle biome. En ja, dat waren we ook. Ik zag hier ook heel veel bamboe. En ja, dat is echt heel veel bamboe. Ik denk dat we nooit nog tekort komen aan bamboe. En misschien kunnen we hier ook pandas vinden. Zou wel leuk zijn. Maar ja, ik besloot dan uiteindelijk dan weer toch nog terug te gaan naar mijn basis. En ik besloot ook om te gaan mijnen. Dus hier ging ik dan de mijningang maken. En ja, ik ging ook al meteen mijn gouden pickaxe gebruiken. En het hakken ging heel snel, maar het breken ging ook heel snel zoals je kon zien. Dan ging ik even wat melons eten die uit de jungle kwamen en dan ook eerst mijn eerste eieren verzamelen. Dan ging ik ook mijn eerste iron pickaxe en ook even een schild maken. Zodat ik toch wel een beetje beschermd ben tegen alle gevaarlijke monsters. En dan gewoon verder de mijn in. En dan ging tot laag min 58 voor diamanten. Het hakken van deze stenen gaat wel heel erg traag. En ja, ik vond ook gelijk diamanten, dus daar was ik wel heel erg blij mee. De eerste diamonds voor mij op de server. En ja, ik denk dat dit wel goed is voor de eerste aflevering. Dus hopelijk vond je het leuk. Laat dan weten in de reacties. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei!